Nee, hij past niet. Helaas. Helaas. Dat is wat hij zei. Volgende keer. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En ze waren er vorige week maandag ook. En nu zijn ze er weer, de jongens van. Kijk maar. En hey, jongens, wat voor video's maken jullie op jullie kanaal? Elke woensdag doen wij straatinterviews en zaterdag is altijd een verrassing voor de kijkers. Ja. Nice. En dat wil je zien, dus kijk even het linkje in de videobeschrijving, want dan vind je hun kanaal. En wat gaan wij vandaag doen? Vandaag doen wij weer de hashtag PEHVONH, oftewel... Proef je het terug of niet? Hey! Het is lang geleden, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Is het lang geleden van Ding Dong Dong? Wat gaan we vandaag het verschil tussen proeven? Tenminste, dat gaan jullie doen. Ja, okay. We hebben magnetron popcorn en we hebben goedkope zooi popcorn, kant-en-klare popcorn. En jullie gaan raden wat het verschil is, zijn of niet? Hey. Aan jullie de taak om te raden wat is. We beginnen met deze, jullie mogen allebei deze proeven eventjes. Oké, dat wordt nog wel. Ook even proeven. Ja, ik ook zo goed proeven. Ja, je heel goed proeven. Ja, wij hoeven niet te raden. Oké, dan gaan jullie deze proeven. Moet ik ook even proeven natuurlijk. Ja, ik loop lekker knoeien. Zo. Ja, is het moeilijk? Voor mij is het heel moeilijk. Ik zie het wel. Dat vind ik heel moeilijk. Maar ik denk dat ik het weet. Het verschil is moeilijk proeven. Je proeft wel dat eentje iets droger is dan de ander. Deze is een droger. Ja? Ja, die is meer smaak aan. Maar je weet nooit precies. Als ik denk aan oven en niet zo, ik denk dat dit oven is. En dit doe ik het kopen zooi. Omdat jij heel veel zout aan toevoegt. Ja. Dus. En daarom juist meer proeft als die oven. En jullie denken dat alle twee? Ja. Ja. Dus nog eventjes. Jullie denken dat dit magnetron popcorn is. En dit kant klaar zooi. Ja. Ja. Hebben wij hier een winnaar? Ja. Wij hebben hier een winnaar! Nou, de wisseltrofee, we pakken hem weer bij. Zo jongens. Nee, hij past niet. Helaas. Helaas. Dat is wat hij zei. Volgende keer. Jullie waren klaar? Ja. Dit was dus weer een hashtag PEHVONH, oftewel, proef je het verschil of niet? Hey! Goed jongens, welke video moeten de mensen die nu deze video hebben gekeken absoluut zien op jullie kanaal? Ja, een straatinterview, hoe was je eerste keer? Want dan mindfucken we een beetje de mensen op straat, hoe was je eerste keer? Maar ja, je kan er natuurlijk alles bij bedenken wat je bij de eerste keer bedoelt natuurlijk. Bijvoorbeeld de eerste keer fietsen. Hoe jouw eerste keer nou? Fietsen? Ja, weet ik veel. Heel erg fietsen, Jojo. Klik hier voor die video en het linkje vind je in de videobeschrijving. En dan tot de volgende keer. Bonkers Extra.